Hey iedereen, ik ben Davy van Parfuma Antwerpen. Ik ga jullie vandaag een make-up look van Laura Mercier laten zien. Dat is ons nieuwe brand op mijn collega Chrisney. Blijf zeker kijken, er gaan heel veel toffe tips en tricks aan te pas komen. En ook een paar van de bestsellers van Laura Mercier. Hè. We gaan starten met de Pure Canvas Primer van Laura Mercier. Dat is een lichte formule die zachtjes de huid gaat hydrateren. En eigenlijk zo voorziet dat je make-up gewoon langer gaat blijven zitten heel de dag. Oké, vervolgens gaan we starten met de Tinted Moisturizer aan te brengen. Een heel lichte formule voor alle dagen te kunnen gebruiken. Er zit ook een SPF 30 in, dus super pluspunt eraan. Het leuke aan een Tinted Moisturizer is ook dat het gewoon heel lightweight voelt. Dus dat is een leuk product voor alle dagen een lichte egalisatie te krijgen. Zonder dat je het idee hebt dat je toch eigenlijk te veel make-up draagt. Okay, nadat we de getinte moisturizer hebben aangebracht, gaan we eigenlijk starten met de concealer. Dat is de Flawless Fusion Concealer van Laura Mercier. Een hele leuke lightweight longwear concealer. Dus ideaal voor een hele werkdag te overleven. We starten met de concealer heel mooi in te deppen aan de oogcontour. En dan gaan we hem lichtjes verdelen. Ik gebruik er altijd de Clay Smudge voor. Een hele aangename borstel. Oké, nadat we de concealer en de tinted moisturizer hebben aangebracht, gaan we met de bestseller van Laura Mercier werken. Dat is de Translucent Loose Powder. Heel leuk te combineren met de Powder Puff. Ook voor het resultaat vooral. Als je eigenlijk een borstel gaat gebruiken voor je losse poeder aan te brengen, gaat je tinted moisturizer of foundation een 6 tot 8 uur misschien blijven zitten. Met de Powder Puff gemakkelijk 12 tot 16 uur. Dus ideaal voor een hele werkdag te overleven of s'avonds nog zelf iets weg te gaan. Dus je hebt eigenlijk een gematifieerd effect, maar toch nog altijd radiant. Dus als er licht op het gelaat valt, dat ga je ook zien op de video, dan blijft er wel nog altijd een heel mooie lichtweerkaatsing zichtbaar. Nadat we de Translucent Loose Powder gedaan hebben van Laura Mercier, gaan we de Secret Under Eye Brightening Powder doen van Laura Mercier. Wat is eigenlijk hier het specifieke aan? Want je zou kunnen zeggen, ik werk gewoon met een Translucent Loose Powder ook onder de ogen. Het leuke eigenlijk aan die voor onder de ogen, die is Secret, is dat die net iets meer op het donkere gaat werken. Dus voor meer opheldering te gaan geven, gaat ook meer optisch mimische droogtelijntjes gaan filteren. Dus je krijgt nog iets meer lichtweerkaatsing en voor onder de ogen is dat ideaal om te gebruiken. Nu gaan we eigenlijk verder gaan met de bronzer. Dat is de Matte Bronzing Baked Powder. Ik heb hier de Bronze 04 genomen voor haar. Je ziet dat die zachtjes eigenlijk een licht shimmering heeft. Gaan we gewoon een heel mooie contour mee doen in een 3 of een euroteken, gelijk dat ze zeggen. Dan zit de bronzer altijd heel juist. Na de bronzer gaan we verder gaan met de blush van Laura Mercier. Ik heb de Chai Blush genomen. Gelijk dat je ziet, het is een heel naturele kleur. Dus ik denk dat die eigenlijk voor heel veel mensen perfect kan werken als een paspartout. Oké, dus als we een blush aanbrengen, gaan we heel mooi starten eigenlijk op het bolste gedeelte, dus het appeltje van de wang, gaat er lichtjes uitblenden naar de slapen toe. En dan gaan we hem gewoon heel mooi gaan inblenden. Oké, nadat we de blush hebben aangebracht, gaan we een klein beetje afwerken met de highlighter van Laura Mercier. Subtiele highlighter die je eigenlijk gewoon alle dagen kunt gebruiken op een dag- of avondlook eventueel. We gaan die aanbrengen met de Fan Powder Brush, ook van Laura Mercier. We gaan lichtjes de highlight op het hogere deel aanzetten. Lichtjes openblenden over de blush. Klein beetje boven de wenkbrauw meenemen. Ook weer zien, de sterkte bepaalde zelf. Draai soms ook eens om even te zien een ander lichtinval, hoe dat het resultaat is. Hè. Voordat we eigenlijk de oogmake-up gaan starten, ga ik de Eye Basic aanbrengen. Een heel goed pigment dat eigenlijk ervoor zorgt dat je ooglid wat gematifieerd wordt. En zodat je poederoogschaduw of eventueel zelf je crème oogschaduw veel beter gaan blijven zitten heel de dag. Oké, nadat we eigenlijk de Eye Basic hebben aangebracht, heb ik gekozen om met de Laura Mercier palet te gaan werken. Het is een heel leuke eyeshadow palet, gelijk dat je ziet, met heel veel kleurkeuze in. Dus ga om nu zo'n guideline te geven van dat of dat moet. Je kunt eigenlijk zelf gaan opbouwen. Je ziet de eerste 4 kleuren, zou ik zeggen, zijn super leuk als basis te gebruiken. En dan kun je zelf gaan opbouwen hoe dat je eigenlijk je look wilt gaan afwerken. Oké, ik ga eigenlijk mooi als basis deze kleur net er wat gaan bovendeppen. Oké, we gaan eigenlijk heel mooi de kleur openblenden, lichtjes opdeppen. Want deppen gaat eigenlijk zorgen dat je pigment een beetje meer gaat vastzetten. En nadien gaan we dat heel mooi openblenden, dat die oogschaduw heel mooi gaat wegsmelten. Hè. Nadien gaan we verder met de zachte roze shimmerkleur. Oké, dus de lichtroze shimmering gaan we eigenlijk aanbrengen op het bollere gedeelte. Lichtjes openblenden. Ideaal om ook gewoon met de vinger aan te brengen. Gaat ook ietsje sneller. 'S morgens als je wat minder tijd hebt of zo, dus dat is perfect. Oké, nu om een klein beetje meer structuur en diepte aan het oog te geven, ga ik eigenlijk werken met die donkere. En die gaan we heel mooi in de crease een beetje gaan inblenden. We gaan lichtjes de donkere kleur opdeppen. Start met niet te veel product. Begin heel mooi in te blenden. Het is beter ook dat je opbouwt en dat je eigenlijk direct te veel product hebt, dat je nadien eigenlijk veel moeilijker kunt gaan corrigeren of gaan wegwerken. Kijk, ik ga onderaan de oogcontour eigenlijk een klein beetje verder tussen de wimperrand gaan met deze kleur. Dus gaan we lichtjes tussen de wimperkes,
klein beetje schaduw creëren. Ik kan een klein beetje een smoky lijn creëren met een inner eye definer. Ik heb de kleur Black Violet genomen. Dan gaan we lichtjes met het potloodje tussen de wimpertjes kleuren. Het moet geen perfecte lijn zijn, want we gaan die open smokeyen. Dus gewoon heel mooi tegen die wimperrand komen. En dan nemen we onze smoky brush. En dan gaan we eigenlijk heel lichtjes erover. Intensiteit gaat ook weer zelf zien hoe fel dat je dat wilt. Dan bouw je dat weer een beetje op. Nadat we de oogschaduw aangebracht hebben, gaan we eigenlijk verder gaan met de caviar mascara van Laura Mercier. Driedimensionaal, dus volume liftend krul. En het caviar complex dat ze erin gebruikt hebben, is eigenlijk verzorgend voor je wimpers en is een heel mooie zwarte intensiteit. We gaan de wenkbrauwen een klein beetje aanzetten. Ik heb een gewoon klassiek eyebrow pencil gekozen in kleur soft brunette. Oké, we gaan lichtjes eerst even de wenkbrauw inkammen om te zien hoe dat de natuurlijke vorm loopt. En dan kunnen we gewoon zachtjes de vorm gaan bijtekenen. Ik start eigenlijk meer met de omkadering de lacht aan te zetten. Voor een naturelle look is het ook altijd mooi om met een beetje een streepjeseffect te gaan. Dat je niet direct een te zware wenkbrauw creëert. Dan moeten we echt een beetje bekijken naar wat je zelf graag ziet. En ook naar de look die je aan de ogen hebt gegeven. Hè. Hoe krachtig dat je daar bent gegaan. Voor de lippen heb ik gekozen voor een zachte naturelle tint. Ik heb gekozen voor de kleur Rosewood. Dat is een heel naturelle tint. In combinatie met een mat lipstick eigenlijk in een stickvorm. Dus super handig voor mee te nemen. En dat is de kleur Vibe die ik ga gebruiken. Als we de lipvorm gaan tekenen is het heel gemakkelijk om een klein beetje met veken hier te starten. Dus het cupidoboogje, lichtjes accentueren. Gaan we ook net onderaan een klein beetje het bolste gedeelte aanzetten. Dan gaan we eigenlijk van de buitenste hoek naar het midden werken. Bovenaan doen we hetzelfde. En dan kleine tipjes voor extra houdbaarheid. Kleur de lip lichtjes in met pencil. Dus op deze manier gaat je lipstick weer al langer houden. En het is ook een leuke manier om te spelen met je producten. Hè. Je kunt ook iets alleen dragen bijvoorbeeld. Hè. Werkt op zich ook mooi alleen qua kleur. Maar wil je hem versterken, dan gaan we uiteraard met die stick gaan werken. En voilà, dit is dus eigenlijk de volledige make-up look die we gecreëerd hebben met Laura Mercier. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, veel dingen bijgeleerd hebben van de tips en de tricks die we gegeven hebben. Moesten er toch nog vragen zijn die niet aan bod gekomen zijn, of dat jullie toch zoiets hebben van ik wil daar meer over te weten komen, zit er zeker niet mee in om ons te contacteren via Instagram of via mail en we beantwoorden met plezier jullie vragen. Hopelijk tot snel. Bye!